Goedenavond, welkom bij deze bijzondere uitzending in de maandelijkse bibliotheekcollegereeks van de Bibliotheek Rotterdam. Passeren verschillende onderwerpen die met de stad te maken hebben de revue. En vandaag gaat het om dit boek, dit bijzondere boek van Sandra Langerijs, Erasmus Dwarsdenker. De bibliotheek in Rotterdam heeft dit georganiseerd, niet voor niks, want beheert namelijk meer dan 5000 boeken van en over Erasmus. En dat is de grootste Erasmus-collectie van de hele wereld. En in die collectie bevinden zich zeer zeldzame exemplaren, zoals 4 handgeschreven brieven van Erasmus. Maar ook tientallen eerste drukken en vele geïllustreerde edities van de Lof der Zotheid. Deze unieke erfgoedcollectie wordt in speciale, geklimatiseerde ruimtes bewaard. Ze omvat overigens niet alleen werk van Erasmus zelf, maar ook tekstedities van schrijvers uit de oudheid die door hem bezorgd zijn. En ook een grote hoeveelheid literatuur over hem. Circa 30% van de werken uit deze collectie dateert uit de tijd van Erasmus zelf. Zo'n 90 werken zijn zelfs eerste drukken. Wanneer de bibliotheek weer open gaat, dan kunt u een bezoek brengen aan de Erasmus Experience Center. Dat zit op de 3e verdieping. En daar bevindt zich die collectie en bevindt zich ook een interactief spel dat u kunt spelen en waarin u een ontmoeting maakt met Erasmus. Je kunt als het ware in dialoog gaan met Erasmus. Nou, dat doen we vandaag ook, maar dan niet zozeer met Erasmus, maar wel met Sandra Langerijs. Welkom, Sandra. Dank je wel. Want jij bent de auteur van dit, het is eigenlijk meer dan vuistdikke boek. Het is onvoorstelbaar. 784 bladzijden. Had jij toen je begon aan dat boek gedacht dat het zo dik zou worden? Nee. Want het is eigenlijk mijn oogmerk om biografieën niet vanzelfsprekend zo dik te laten worden. Mijn vorige biografie was helemaal niet zo dik. Maar ja, Erasmus vergt zoveel pagina's. Ja, dus dat merkte ik tijdens het schrijven. Ja. Ja. Hey, en wij zitten hier alsof het vanzelfsprekend is dat je dit boek hebt gemaakt. Maar het ontstaat een keer, dat idee. Je bent op een gegeven moment op een gedachte gekomen. Ik wil een biografie schrijven over Erasmus. Terwijl je wist en weet dat er al meerdere over hem zijn verschenen. Wat bewoog je om dat te doen? Het idee om een boek over Erasmus te schrijven, dat kwam in me op toen ik met mijn vorige biografie bezig was. En dat was een biografie over Christoffel Plantijn. Dat is een beroemde 16e eeuwse uitgever in Antwerpen. En wat mij vooral aan Plantijn fascineerde, was zijn meertalenbijbel. Plantijn heeft de Bijbel in zijn oertalen uitgegeven aan het einde van de 16e eeuw. Dus in het Latijn, in het Grieks, in het Hebreeuws, in het Aramees en in het Syrisch. En die biografie van Plantijn, de woordenaar van mij, die zoomt ook heel erg in op die fenomenale uitgave. Ik vond dat heel erg interessant. En tijdens mijn onderzoek naar Plantijns meertalenbijbel merkte ik dat als ik dat Erasmus aan de wieg heeft gestaan van dat onderzoek naar de oertalen van de Bijbel. En ik realiseerde me toen dus al dat als ik die materie nou eens echt tot op de bodem zou willen uitzoeken, en dat wilde ik, dat ik terug moest in de tijd en dat ik terug moest naar Erasmus. Okay. Ik las toen zoveel mogelijk over Erasmus. Erasmus speelt een belangrijke bijrol in dat boek over Plantijn. En ik merkte toen dat het, ondanks dat er heel veel verschenen is al over Erasmus, er zijn wat biografieën, die zijn wel erg oud inmiddels. En er is vooral heel veel vakliteratuur. Er is ontzettend veel gepubliceerd over Erasmus. En zijn brieven en zijn publicaties zijn in wetenschappelijke edities beschikbaar gemaakt. Dat is allemaal werk van de afgelopen decennia. Tegelijkertijd zie je dat daardoor het beeld van Erasmus versplintert en steeds academischer wordt. Want heel veel wordt alleen nog maar in het Engels gepubliceerd. Dus ik merkte als Plantijnonderzoeker dat ik gefrustreerd werd, omdat ik eigenlijk niet een
paar goede studies kon vinden waar ik mijn vragen in beantwoord zag. Waarin ik ook een nieuw samenhangend beeld van het leven van Erasmus kon vinden. En waar ik eerst dacht, mijn volgende boek... Want mijn boeken komen altijd voort uit de vorige boeken. Uh-huh. Waar ik eerst dacht, mijn volgende boek gaat over Erasmus en zijn Bijbelonderzoek. Uh-huh. Evolueerde dat idee op een gegeven moment richting het voornemen. Misschien moet dat wel echt een biografie gaan worden. Wat bewoog jou? Want je begon er net met je antwoord te zeggen van... Ik was geïnteresseerd in zeg maar, dat oeronderzoek in de Bijbel. Daar is eigenlijk het fundament door... Erasmus gelegd, of in ieder geval die heeft er heel erg aan toe bijgedragen. En dat miste je, dat proef ik uit je antwoord, dat miste je in de andere biografieën van Huizinga bijvoorbeeld. Dat komt zeker niet goed in Huizinga tot uitdrukking. En dat interesseerde Huizinga ook helemaal niet. Ja. Huizinga was vooral geïnteresseerd in Erasmus als literator en de lof der zotheid wordt daar uitgebreid beschreven. Ja. Maar al die moeite die Erasmus decennia lang zich heeft getroost om die Bijbel in de Griekse, dan gaat het om het Nieuwe Testament in de Griekse oertaal uit te geven. En om zijn licht daarop te laten schijnen. Dat komt in Huizinga's biografie bijna niet aan de orde. Ook bijvoorbeeld de periode dat Erasmus in Leuven het Drietalencollege heeft helpen oprichten. Dat staat in verband met dat Bijbelonderzoek van hem. Dat wordt in Huizinga's biografie met een paar zinnen afgedaan. Terwijl Erasmus zich daarmee echt heel erg verdienstelijk heeft gemaakt. Want is het zo, Sandra, dat door jouw focus daarop, of je fascinatie ervoor... Dat misschien wel de kern is van de betekenis van Erasmus? Moet ik dat ook zo zien? Ja, ik ben historicus. En voor mij is de vraag heel belangrijk. Wat was nou de historische Erasmus? In die zin van, wat vond hij zelf nu belangrijk? Ja. Wat vond hij de belangrijkste onderdelen in zijn oeuvre? Waar heeft hij decennia lang op ingezet? Hè? Dat was toch vooral dat Bijbelonderzoek. En ik laat in mijn biografie zien dat de originaliteit van Erasmus als bijbelwetenschapper hem er vooral in zat dat hij de Bijbel als mensenwerk wilde beschrijven. Mm-hmm. Dat hij het als zodanig interpreteerde. En dat hij oog had voor auteurschap in de Bijbel. Dat hij snapte dat evangelisten en apostelen natuurlijk geïnspireerd waren door de Heilige Geest. Maar dat hij als bijbelonderzoeker en als gelovige nooit helemaal precies zou weten hoe dat dan werkt. Maar dat hij wel wist, als literator en als humanist, dat hij apostelen en evangelisten gewoon op school hadden gezeten in de late klassieke oudheid. Hè, en dat ze daar kennis hadden genomen van klassieke literatuur, van oude Grieken en van Romeinen. En dat ze de literaire technieken die ze op die scholen hadden leren doorgronden, dat ze die meenamen bij het schrijven van de evangeliën en de apostelbrieven. En terwijl ik onderzoek deed voor die biografie, besefte ik dus ook dat ook het cement is wat het ontstaan van dat gigantische oeuvre van Erasmus samenbindt. Want hij is zowel actief als literator als theoloog en bijbelwetenschapper. Maar je ziet dus dat zijn competenties als literaire auteur en als kenner van klassieke literatuur, dat doorwerkt in dat bijbelonderzoek van hem. En is dat bijzonder in die tijd? Dat hij dat de Bijbel eigenlijk niet ziet als een dictaat van uit de hemel, maar als mensenwerk? Dat is uniek. Dat is uniek, ja. Ja. En dan is een logische vraag natuurlijk. Hoe was de receptie? Hij was ermee bezig. Wat voor reacties kwamen daarop? Nou, de receptie was overweldigend. Mm-hmm. Hij kreeg de ene lezersbrief naar de andere binnen. En de reacties varieerden van
ja, mensen, ook vrouwen die hem schreven, dat ze al zijn boeken, maar zeker zijn Bijbel uitgaven, dat ze die aan het hart drukten, dat ze ermee opstonden, dat ze ermee naar bed gingen, dat ze daar dagelijks in aan het lezen waren. En dat ze zich echt gesticht voelden door de nieuwe manier waarop Erasmus die Bijbel had willen presenteren aan de lezers. Tot brieven van andere theologen, orthodoxe theologen, die zich verschrikkelijk boos maakten om dit initiatief van Erasmus. Ja, jij schrijft, daar komen we nog op in het gesprek, Maarten Luther, hè, dat wordt een beetje de opponent van hem, die hoort eigenlijk ook bij die categorie, ja. Hè? Ja. Een bijzonder iets. Jij schrijft over dat hij dus naar die grondtaal wilde. In hoeverre, kijk, hij was een gelovig man, Erasmus. In hoeverre zie jij dan toch ook in die vertaling van hem ook zijn eigen geloof terug? Botste dat soms met die grondtaal? Nee. Dat is een hele moderne. Dat is echt een moderne misvatting, denk ik. Ja. Het is gewoon een misvatting van moderne Nederlandse beschouwers. Hè, dat niet verenigbaar zou zijn met het geloof of daarmee in botsing zou komen. Voor Erasmus was het juist een kwestie van noodzakelijke geloofsverdieping om op een nieuwe manier met die Bijbel te willen omgaan. Wat Erasmus met zijn Bijbelonderzoek en zijn Bijbelpublicaties vooral wilde bewerkstelligen, was dat hij de lezers van de Bijbel, dus gelovigen zoals hij zelf, leken gelovigen, maar zeker ook priesters, hè, dat hij die op een kritische manier naar die Bijbel wilde leren kijken. Hij geeft in zijn Novum Instrumentum, zo heet die Bijbeluitgave van hem, het Nieuwe Testament uit in die oertaal, het Grieks. Ja. Met daarnaast de Latijnse Vulgaat. Dat was de versie die al 1000 jaar lang, 15 of langer zelfs, in de kerk werd gelezen. En die Latijnse Vulgaat gaat hij dan hertalen, aanpassen. Omdat hij in de Griekse oerversie heeft gelezen dat het soms er anders staat. Of dat er dingen helemaal niet in stonden die Latijnse Vulgaat zijn binnengeslopen. Op die manier laat hij alle gelovigen op een nieuwe en authentiekere manier met die Bijbel opnieuw kennis maken. En de veronderstelling daarbij van hem was natuurlijk dat je dan, omdat je het op een authentiekere manier kon gaan lezen, dat je ook dichter bij die hemelse boodschap kon komen. Ja. En daarnaast is het En getuigt hij daar ook van? Schrijft hij daar ook over dat hij dat ervaart als zodanig? Ja, dat hij zegt, ik ben dichter bij de bron gekomen? Ja, ik bestudeer zijn brieven als belangrijkste ingang op zijn levensloop. En het mooie van brieven als biografische hoofdbron is dat je uit die brieven kunt opmaken wat zo'n auteur als Erasmus nu in de eerste plaats obsedeerde, wat hem echt bezig hield, waar zijn hart naar uitging. Dus hij schrijft daarover. Hij schrijft ook in die brieven waarom hij het zo ontzettend belangrijk vindt om met die Bijbel op die manier bezig te zijn. En hij schrijft in die brieven inderdaad ook over, daarin legt hij ook aan verschillende mensen uit waarom hij dat zo belangrijk vindt. En op het moment dat hij lezersreacties krijgt en zich moet gaan verweren, dan gaat hij in het defensief. En dan moet hij het nog explicieter uitleggen wat hij voor heeft met zijn Bijbel aanpak. Dat zijn fascinerende brieven om te lezen. Dus eigenlijk de reacties bevestigen de keus die hij heeft gemaakt. Ja, zowel de blije als de boze reacties, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat het zou gek zijn geweest als het boek niet zulke extreme reacties teweeg had gebracht. Want? Ja, omdat hij, omdat zijn ambitie fenomenaal was. Ja, ja. Hij wil alle gelovigen op een geheel nieuwe manier laten kennismaken met die Bijbel. En dus ook met hun geloof. Ja.
En blijkbaar, Erasmus had een netwerk, hij had contacten met uitgevers, met andere theologen. Hij kreeg ook een podium voor zijn werk. Daar slaagde hij ook in. Ik bedoel, het is uniek wat hij doet, of het is in ieder geval, hij is een van de avant-garde, zou ik maar zeggen. Maar hij slaagde er dus ook in om zijn werk te publiceren. Ja, maar daar heeft hij ook heel erg veel moeite voor gedaan. Oké. We hebben het nu even gehad over zijn bijbelvertaalwerk, maar hij heeft natuurlijk ook andere boeken gemaakt. We hebben hier trouwens een aantal exemplaren liggen. Ik heb hier zelf ook nog even uit mijn eigen boekenkast twee exemplaren gehaald. Ja, De Lof der Zotheid in de zoveelste uitvoering. Die hele mooie Prisma-uitgave. Mooie Prisma. En dit heb ik recentelijk gelezen, nou ja, een halfjaartje geleden. De Klacht van de Vrede. Spreekt me erg aan. De stijl, de bondigheid en ook het idee dat je in die tijd de groten der aarde aanspreekt op hun gewelddadige politiek. Hè? Dat is eigenlijk wat hij toch hier doet. Als leeklezer merk ik dat. En dan denk ik, ja, dat is nogal wat in die tijd. Maar heb jij zelf een en zijn dat jouw lievelingsboeken van Erasmus? Ja, dit zijn eigenlijk wel mijn favorieten. Ja, ik heb er nog meer, maar deze heb ik even meegenomen, even hier neergelegd. Heb jij zelf een bepaalde favoriet in jouw zoektocht naar Erasmus gekregen? Dat heb ik zeker. Ja, natuurlijk is De Lof der Zotheid, dat is natuurlijk het bekendste werk van hem. En dat vond ik ook heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Maar tijdens dit onderzoek raakte ik vooral enorm onder de indruk van zijn adagia, zijn beroemde spreekwoordenverzameling. Die hebben we hier liggen. Heel toevallig. Ja, is die voor vandaag uit de kluis van de Bibliotheek Rotterdam gehaald. Hartstikke goed. Dat Novum Instrumentum, waar ik het toen straks al zo uitgebreid over heb gehad. Ja. Die twee boeken. Dit is de beroemde Adagia, de beroemde spreekwoordenverzameling van Erasmus. Met een hele bijzondere typografie op de voorpagina valt me gelijk op. Dit boek stal mijn hart. Ja. Niet alleen maar vanwege de inhoud, maar ook vanwege de uitvoering. Het hele verhaal rondom dit boek vind ik eigenlijk geweldig. Erasmus heeft toen hij nog student was in Parijs, hij was eigenlijk al een beetje gestopt met die studie, maar goed. Heeft hij zijn eerste spreekwoordenboekje uitgegeven. Dat was toen nog echt een dunnetje. In de jaren daarna is hij spreekwoorden blijven verzamelen. En op een gegeven moment bedacht hij dat hij zijn nieuwe spreekwoordenboek, het is een ontzettend dik pak. Ja, hoeveel pagina's is dat nou zo? Dit is 550 pagina's. Okay, ja. Op een gegeven moment bedacht hij dat hij dat wilde gaan laten uitgeven. En dat wilde hij niet zomaar in Parijs doen. Dat wilde hij bij de allerbeste uitgeverij van heel Europa laten doen. Dus hij is met zijn kopij te paard over de Alpen getrokken richting Venetië naar Aldus Manutius. En daar heeft hij dan dat boek laten uitgeven. Hè? Ik zei toen straks al, hij heeft echt heel veel moeite gedaan om zijn boeken zo goed mogelijk te laten uitgeven. Hij reist echt heel Europa af, te paard. Te paard. En even Sandra, dan zie ik Erasmus op dat paard. En dan heeft hij in een tas met de een handgeschreven versie bij zich. Ja. Zie ik dat zo voor me? Ja. Dat moet heel goed, want ja, bedoel, weer en wind, de Alpen over. Daar is de man weken in zijn leren reistas. Weken onderweg mee geweest. Daar is hij inderdaad 3-4 weken. Ja. Kost het zeker om alleen al Turijn te bereiken. En dan moet je vandaar ook nog naar Venetië zien Had te komen. Had hij wel die man via correspondentie op de hoogte gesteld van ik kom eraan met dat boek? Nee. Hij ging naar Italië op het moment dat hij twee studenten mocht begeleiden. Ja, dat voorzag hem dan van een inkomen natuurlijk, want zo'n reis was ontzettend kostbaar. Ja. En ter plekke heeft hij Aldus Manutius geschreven. Ja. Heb je interesse om dat boek uit te geven? Hij wilde dat graag bij die Venetiaanse uitgever doen, omdat hij wist dat dat de topper was als het ging om uitgaven in het Latijn en in het Grieks.
En die Aldus Manutius die had een eigen typograaf in dienst, die in metaal prachtige Latijnse en Griekse letters sneed. Want het werd natuurlijk allemaal nog met metalen zetlettertjes werd zo'n boek gedrukt. Latijn verschenen, Sandra? Het is in het Latijn verschenen, maar praktisch de helft van het boek bestaat uit Grieks. Okay. Want het ging Erasmus erom dat hij spreekwoorden en gezegdes uit de klassieke oudheid, uit Griekse en Romeinse auteurs verzamelde. En dat hij lezers, scholieren, studenten en andere geïnteresseerde lezers ging laten zien dat die klassieke teksten tot dan toe vaak niet goed werden gelezen, omdat mensen die spreekwoorden en gezegdes niet konden herkennen. Alles werd letterlijk genomen. Mm-hmm. Het waren natuurlijk voor een heel groot deel spreekwoorden die al honderden jaren niet meer gebruikt werden. Dus hij ging op zoek naar de betekenis. Ten eerste isoleerde hij de spreekwoorden uit die teksten. Hij zag, dit is een spreekwoord, dit is een gezegde. Mm-hmm. Hij ging de geschiedenis achterhalen en beschrijven. En hij wilde dat moest allemaal in het Latijn en in het Grieks. En hij wilde dat het op de best technische manier zou gebeuren. Nou, die Manutius, dat was echt een liefhebber van typografie en van grafiek. Mm-hmm. En wat dit boek ook zo fenomenaal maakt, is dat het zo ontzettend mooi is uitgevoerd. Hè? Even kijken, we hebben hier een druk uit. Dit is uit 1508. 1508. Dat is dus, dat is die editie uit Venetië. En je ziet hier de titelpagina. Ik hoop dat het goed te zien is, Jan. Ja. Ik kan het in ieder geval zien. En het aardige is hier dat Aldus Manutius uit die ellenlange titelbeschrijving die ze toen, destijds maakten ze van die ontzettend lange. Dit is dus de titel. Niet Erasmus dwarsdenker, maar een enorm lange titelbeschrijving. Kijk hier naar de titel dus zo. Dit is gewoon de hele titel van het boek. Dat is onvoorstelbaar. Ja. En dat heeft hij dan gezet in de vorm van een bokaal, van een drinkbeker, de beroemde Griekse vriendschapskrater. Dit is een soort beeldprogramma dat hier uitspreekt. Erasmus biedt dit boek aan, waaraan hij jaren keihard heeft gewerkt, waarin hij al zijn kennis heeft gestopt. Hij geeft alles prijs. Hij houdt niks voor zichzelf. Ja. Dat is het idee. Ja. En dat biedt hij, al die kennis biedt hij aan zijn vrienden. Iedereen mag met hem uit die beker de oudheid indrinken. Okay. Ja. En dat is dan de adagia. Dat zijn die duizenden spreekwoorden die hij verzameld heeft. En is dit de finale versie uiteindelijk, Sandra? Of is er... Want Erasmus is een man, ik was de indruk dat hij was niet snel tevreden met zichzelf. Nee, inderdaad, dan ging hij toch weer wat corrigeren. Nee. Dus dat heeft hij, net als al zijn andere boeken, bleef hij dat maar heruitgeven. Ja. En herzien en aanvullen. En aan het eind van zijn leven was de omvang van dit boek verdubbeld. Ja. Als we nog even over die typografie hebben, wat ik zelf echt heel mooi vind. Maar ik ben ook een beetje een liefhebber van functionalisme en van minimalisme. Ja. Is bijvoorbeeld de foefjes die zo'n Aldus Manutius, dat is die uitgever, verzint. Ja. Om bijvoorbeeld het begin van een nieuw stukje kenbaar te maken. He, in die tijd was het heel gebruikelijk om hier dan, om de eerste letter, zo'n hoofdletter, om daar een plaatje omheen te zetten, een miniatuurtje omheen te zetten. Nou, die Manutius in Venetië was zo overtuigd van de kracht van zijn typografische ontwerp dat hij die O gewoon isoleerde en in het niks neerzette. Ja, ja. En ik vind dat heel erg sterk. En als je dan dit stukje omslaat, dan zie je dat hij de tekst op die manier zet. Want hier eindigt dat bewuste stukje. En zo gaat het hele boek door. Dat handgezet is heel mooi. Allemaal. Dit is allemaal handgezet. Handgezet, 500 bladzijden lang handgezet. Ja. Ja. Welke oplaag had zoiets, Sandra? Dit is, even denken. Aldus Manutius, dat was echt wel een gigant. Ja. En die man slaagde erin om een groot deel van zijn boeken in een oplage van wel 3000 exemplaren te laten drukken. Maar dat was echt
ongehoord voor die tijd. Ja. Ja. Hij had ook verschillende houten drukpersen in zijn bedrijf staan. Terwijl een gemiddelde drukker in die tijd 1 drukpers had. Hooguit 2. Ja, ja, ja. Dus, want Erasmus weet dit ook, dat die man daar zit. Ik bedoel, ja. Het is voor ons bijna ondenkbaar in de tijd van internet en telefoon enzovoort. Maar dat ging eigenlijk, die kennis die hij had over dat daar zo'n drukker zat, dat ging via andere boeken en via brieven, denk ik. Nee, hij was op de hoogte, want Aldus Manutius was de belangrijkste uitgever van klassieke teksten in die tijd. En die was toen al een jaar of 10, 15 bezig met een klassieke bibliotheek uit te geven. Hè? Waarin al die Romeinse en al die Griekse auteurs vertegenwoordigd moesten zijn. Van de beroemdste auteur tot de minst bekende. Alles wilde die Aldus Manutius in Venetië uitgeven. Hij was daar al een poos mee bezig. Erasmus kende die uitgaven. Ja. En hij dacht, ja, ik wil daarbij horen. Ja. Ik wil mijn steentje daaraan bijdragen. Want dit spreekwoordenboek is eigenlijk een soort hulpmiddel om al die klassieken beter te leren lezen. Ja. Want dit boek verschijnt dan in oplaag van 3000. We hebben natuurlijk de lof der zotheid. We hebben de klacht van de vrede. Heb je enig idee om hoeveel exemplaren het in het leven van Erasmus ging dat van zijn werken is verschenen? Van zijn werken? Ja, duizenden boeken? Ja, dat gaat om veel meer. Want op een gegeven moment merkt hij op over de lof der zotheid. En dat boek is dan, als ik het me goed herinner, ik noem het ergens hoor. Ik dacht dat dat boek toen, wat was het nu ook alweer, 10 jaar oud was of zo. Mm-hmm. Dat er al 20.000 exemplaren van waren gedrukt. En dat Erasmus was de eerste bestseller, auteur ooit. Ja, ik heb me eens laten vertellen dat, laten we even zeggen dat het een Nederlands boek is. Hè. Het was natuurlijk ook oorspronkelijk niet in het Nederlands geschreven. Dat na het Achterhuis van Anne Frank, dit het boek is wat vanuit het Nederlands het meest wereldwijd is gedrukt en verspreid. Misschien is dat zo, dat weet ik niet precies. Die boeken die komen natuurlijk ook bij zijn tegenstanders terecht. Hè? Erasmus had een reputatie. De naam werd al even genoemd, Maarten Luther. Ja. En jij schetste net Erasmus als een moderne denker. Als een moderne bijbelwetenschapper, laat ik hem zo duiden. Die dus de grondtekst, de oerboodschap zocht eigenlijk en daar ook verantwoording van aflegde. Hè? In zijn werken werkte hij ook met voetnoten. Ja, dus daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is heel belangrijk. Dat op die manier probeerde hij eigenlijk soort te bewijzen hoe de waarheid in elkaar zat, zeg maar zeggen. Maar hij komt in conflict met Maarten Luther. Wat is nou de kern van dat conflict, Sandra? Wat maakte die mensen? Want het ging er echt hard aan toe, hè? Vooral vanaf Luthers kant. Hè? Dat ging echt. Nou, dat conflict met Luther, als je vraagt wat was nou de kern van dat conflict evolueerde, denk ik. Okay. Hè? Omdat ook het optreden van Luther evolueerde. En de reactie van Erasmus daarop bijgesteld moest worden. Maar als je nou helemaal naar het begin gaat. Ja. Ik heb in veel literatuur gelezen dat Luther in eerste instantie sympathie voor Erasmus gehad zou hebben en dat hij een fan zou zijn geweest van zijn werk. Nou, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Het is niet waar. Ik heb ook de vroege brieven van Luther doorgespit. En als Erasmus Novum Instrumentum, hè, dus dat is die bijbeluitgave, die pak ik even. Ja, ja, ja. Ga je gang. Dat is deze. Als dit boek is verschenen, dat is die uitgave van de Bijbel in de typografie zie ik. Nu ziet hij bij een andere uitgever. Ja. Aldus Manutius is dan overleden, die man in Venetië. Uh-huh. Hij is nu naar Basel gegaan. Helemaal naar Basel. Dat is aan de voet van de Alpen. Mensen denken vaak dat is dicht bij huis. Helemaal niet. Nee, dat is hartstikke ver weg. Ja. Daar is hij ook weer te paard naartoe gegaan. Ja. Want daar wilde hij dit boek laten uitgeven. Ja. En dan in dat boek.
Het is heel zwaar. Zwaar en vooral dik. En het zijn handgeschepte papieren pagina's, dus die vallen meteen weer dicht. Ja. Je ziet daar, even kijken. Dit is het Matthäus-evangelie. Ik zoek even de eerste pagina. Oh ja. Hier begint dat. Ja, ja. Dit is uitgegeven bij Johan Froben in Basel. Mm-hmm. En dat was een wat ouderwetser uitgever. Dus die gaat meteen met plaatjes aan de slag. Ja, zie het, ja. Ja. Waar Aldus Manutius in Venetië dat typografisch opgelost zou hebben. Ja, ja. Maar evengoed is dit ook een prachtig boek natuurlijk. En dan zie je dat hier de tekst van het Nieuwe Testament, dit is het Matthäus-evangelie, hier in een Griekse kolom staat, dat is die Griekse oertekst. En hier staat dan de Latijnse Vulgaat naast, maar die is wel door Erasmus aangepast. Die is hertaald om het beter te laten aansluiten op dat authentieke Grieks. Dit boek is verschenen. En nou, daar hebben we het al over gehad, hè, dat het heel veel heeft losgemaakt. Ja. En Luther die laat dan een brief bij Erasmus bezorgen, waarin hij blijk geeft van zijn enorme reserves tegenover deze onderneming. Eigenlijk ook van zijn boosheid over dit boek. Maar dat doet hij anoniem. Hij laat iemand anders een brief schrijven. Waarin staat dat een zeer gelovig theoloog hier in Wittenberg, een buitengewoon vroom en religieus man, een heel geleerde collega van u, hè, die heeft mij gevraagd om een aantal kritiekpunten door te geven. Dat gaat dan om Luther. Die heeft op dat moment die stellingen nog helemaal niet tegen die deur aangeplakt. Voor 1517 die zitten. Dus Erasmus weet ook helemaal niet om wie het gaat. Oké. En Luther ergert zich er enorm aan dat Erasmus die Bijbel als mensenwerk heeft gepresenteerd. Mm-hmm. Dat hij heeft laten zien dat de evangelisten en de apostelen gewoon als auteurs die op school hebben gezeten, die teksten te boek hebben gesteld. Dat er literaire strategieën zijn gekozen. Dat er spreekwoorden in zo'n tekst zijn verwerkt. Dat er ironie wordt gebruikt, dat er hyperbolen worden gebruikt. Mm-hmm. Dat je inzicht moet hebben in hoe literatuur werkt. Ja, ja. Wil je de Bijbel goed kunnen lezen? Want niet alles hoeft even letterlijk genomen te worden. Het gaat niet om de vorm, maar het gaat om de boodschap zelf, om wat erachter zit. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, en wat Luther, dus dat stuit hem heel erg tegen de borst. Want dit is ingegeven door de Heilige Geest. Ja, hij heeft het gelezen. Hij heeft het gelezen. En hij heeft ook want ook hiervoor geldt weer, net als voor die spreekwoordenverzameling, dat Erasmus bleef dit uitgeven, bleef dit verbeteren. Ja, ja. En Luther heeft ook de edities die daarna kwamen een tijd lang gelezen. Wat Luther ook heel erg vond, was dat als eenmaal dat Nieuwe Testament dan heel is afgelopen. Mm-hmm. Dus dit is de apocalyps, de openbaring. Ja. Dit is het Bijbeldeel. Nu zijn alle teksten van het Nieuwe Testament aan de orde geweest. Ja. Dan volgde dus nog een enorm pak papier. Ja. Waarin Erasmus voetnoten levert. Ja. Bij die Griekse oertekst en die aangepaste Latijnse Vulgaatvertaling. Hè, want mensen lazen de Bijbel in het Latijn. Nog niet in het Nederlands of in het Duits of in het Engels of wat dan ook. Dan komen die voetnoten. En eindnoten zou je moeten zeggen. In die noten geeft Erasmus bij iedere vertaalingreep die hij heeft gedaan, bij het kleinste woordje, geeft hij weer wat hij heeft weggelaten of veranderd. Hij geeft daar argumenten voor, levert hij. Maar hij levert ook argumenten tegen zijn eigen vertaalingreep. Met het idee dat de lezer daar zelf over moet leren nadenken. Hij somt al zijn bronnen op.
Hij geeft ook weer welke oude bijbelhandschriften hij gebruikt heeft om tot zijn conclusies te komen. Want Erasmus wilde vooral dat de bijbellezer intelligenter zou worden, kritischer zou worden. Hij voedde ze op eigenlijk. Hij voedde ze op, hij emancipeerde ze met kennis. Zodat die bijbellezer zich weerbaarder kon opstellen tegenover die bijbelwoorden. Nogmaals, als moderne beschouwer denk je dan al snel, cynischer. Hè? In Erasmus' beleving, en dat werkt denk ik ook echt zo, ging het erom dat je de Bijbel dan op een authentiekere en dus betere manier zou kunnen leren Want kennen. Want is het ook zo dat die daarmee, zeg maar, hoe de katholieke kerk, want we hebben het heel over Maarten Luther, maar hoe die ook de katholieke kerk eigenlijk wil corrigeren? Is dat ook een soort poging van Erasmus van, jullie hebben die Vulgaat, die Latijnse versie, volgens jullie manier vertaald, hè, volgens de katholieke traditie en macht? Nee, katholieke kerk, dit is het ook. Moet je het ook zo zien? Nou ja, hij wist natuurlijk wel dat hij heel veel kritiek over zich heen zou krijgen. Van orthodoxe, van conservatieve elementen in de kerk. Mm-hmm. Maar zijn hoop was eigenlijk dat aan het begin van die 16e eeuw er toch al voldoende mensen met een wat geschoolder en moderner opvatting over geloof en bijbelstudie zouden zijn, die net als hij behoefte hadden aan een intelligenter en een geschoolder benadering van de Bijbel. Uh-huh. Eigenlijk was hij heel optimistisch toen hij Novum Instrumentum publiceerde, want hij hoopte dat op basis van het werk dat hij had verricht, hij heeft die decennia lang aan gewerkt, dat er een nieuwe priesteropleiding zou komen. Okay. Dat de kerk dit eigenlijk ook zou omarmen, dit initiatief. Erasmus stelde heel veel vertrouwen in paus Leo X. Mm-hmm. Dat was een jonge paus uit Florence, een lid van de familie de Medici. Mm-hmm. Erasmus wist dat die Leo X, dat hij goed geschoold was, dat het een cultuurliefhebber was. En hij dacht, die paus krijg ik wel mee voor dit project. En in eerste instantie lijkt Leo X, paus Leo, ook echt gecharmeerd te zijn van dit project. Mm-hmm. Maar op het moment dat Luther ten tonele verschijnt en dat iemand blijkt te zijn die bereid is om met de kerk echt te breken, in plaats van bij die kerk te blijven om de kerk van binnenuit te hervormen, wat Erasmus graag wilde, laat Leo X Erasmus en dit hele plan keihard vallen. Ja. Die schaadt hem in het Lutherse kamp, min of meer. Misser. Nou ja. De orthodoxe katholieke theologen krijgen dan ruim baan om al hun bedenkingen, die zijn net als Luther, want Luther was ook een theoloog, om al hun bedenkingen die zij tegen dit onderzoek van Erasmus al jarenlang koesterden. Om die opeens met alle kracht naar de voorgrond te brengen. Wat er uiteindelijk toe leidde dat ze het voor elkaar kregen dat Erasmus boeken verboden werden. Ja. Kijk, die Luther die heeft invloed gehad op het protestantisme natuurlijk. De wegbereider of de breker wordt hij ook wel eens genoemd. Hè, van de katholieke traditie en de godvader van het protestantisme. En het gevolg daarvan merk je bij vele protestanten dat er altijd wel een beetje skepsis bestaat naar Erasmus. Hè? Dus, we hebben Luther gehad, Calvijn, dat waren de mannen die echt voor hun principes uitkwamen. Ja, die Erasmus, die wordt toch een beetje neergezet als een halfslachte man. Oké, hij probeerde, maar hij bleef uiteindelijk toch de paus getrouw. Jij werpt in dit boek een duidelijk, een nieuw licht, of ja, een vernieuwd licht op de bijbelwetenschapper Erasmus. Denk jij dat
dit boek bijvoorbeeld in de kring van protestanten, misschien ook van katholieke lezers, dat dat gedachte over Erasmus kan veranderen? Ja, en ook de gedachte over Luther kan veranderen. Ja. Ik denk dat het niet juist is om in Erasmus een mislukte hervormer te zien. Of iemand die te laf was om de hervorming die Luther voorstond te omarmen. Erasmus wilde helemaal niet met de kerk breken. Erasmus wilde die kerk van binnenuit intelligenter maken. In de hoop dat op die manier de kerkfunctionarissen zelf in staat zouden zijn om iets te gaan doen aan bijgelovige praktijken of praktijken van misbruik rond de verkoop van aflaten, hè, waar Luther zo over viel, maar waar Erasmus ook al over had geschreven in de Lof der Zotheid. Dus je moet Erasmus niet als een mislukte of een laffe hervormer willen zien. Helemaal niet. Erasmus had zijn eigen plan getrokken. En op een gegeven moment, aan het begin van de 16e eeuw, zag hij denk ik een soort window of opportunity voor die kerk, die nog niet eens katholiek heette, maar wat we nu katholieke kerk noemen. Mm-hmm. De universele kerk. Ja. Ik denk dat Erasmus aan het begin van de 16e eeuw echt dacht, ik ga deze taak op me nemen om het christendom intelligenter te maken. En met die, zeker toen die jonge paus Leo de Tiende aan de macht kwam, hè, waar ik toen net al op inging, denk ik dat hij optimistisch was. De boel kantelt enorm wanneer Luther ten tonele verschijnt, die in no time bereid blijkt te zijn om echt valikant te breken met die kerk en zijn eigen kerk te gaan opzetten. Dan kantelt alles en dan moet Erasmus ook inleveren op dat optimisme, omdat hij merkt dat de kerk daar dan de hakken in het zand zet. En echt in de orthodoxe verdediging gaat. Ja. En dan kan Erasmus ook helemaal niets meer klaarmaken. Maar je vroeg, verandert dit het beeld van Erasmus? Nou, ik denk dat het ook het beeld van Luther verandert. Het verhaal dat ik in mijn boek doe. Omdat, tot mijn verrassing, Luther zich vanaf het allereerste moment dat hij een brief schrijft aan Erasmus. Ja. Maar ook in brieven aan andere mensen. En op een gegeven moment ook echt in publicaties. Heeft Luther zich voortdurend heel negatief uitgelaten de manier waarop Erasmus het geloof probeerde te verdiepen en vernieuwen. Ja. En Luther laat zich dan als een heel conservatieve theoloog kennen, die helemaal niets op heeft met die ambitie van Erasmus om de Bijbellezer te emanciperen met kennis. Luther heeft natuurlijk zijn beroemde Duitsstalige Lutherbijbel uitgegeven. Die heb ik bestudeerd. Nou, Luther levert helemaal geen voetnoten bij zijn Duitse vertaling. Ja. Luther beweert dat hij, net als Erasmus, de Bijbel uit de Griekse oerteksten heeft vertaald naar het Duits. Nou, dat zou hij dan in 11 weken gedaan hebben. Maar als je die Bijbelvertaling van Luther goed gaat lezen, dan zie je dat hij allerlei eigenwijze ingrepen heeft gedaan die helemaal niets met dat Grieks van doen hebben, maar die zijn die Luthers eigen leer benadrukken. Ja, ja. En daar levert hij helemaal geen noten bij om dat te verantwoorden. Dat schuift hij de lezer gewoon in de schoenen. En wanneer Luther kanttekeningen zet, van die aantekeningen in de kantlijn bij zijn Duitse Bijbelvertaling, gaat het ook nooit om de bronnen die hij gebruikt heeft, de literatuur die hij heeft gelezen, wat Erasmus dus doet. Ja. Nee, dan
in die kanttekeningen, daar vat Luther zijn de kernthema's van zijn leer nog even dat samen. Dogmatische kanttekeningen zijn. Ja. Dus dat is echt een best wel dogmatische bijbel die Luther daar presenteert. Ja. Hey, ja, ik heb twee dingen wil ik nog eventjes met je bespreken. Om hoofd schiet, Luther kreeg natuurlijk van katholieke zijde vaak het feit dat hij het celibaat wilde weg en dat hij wilde dat hij een gezin wilde stichten. In je boek, ik heb het niet helemaal gelezen, want het is echt net uit, hè, maar ik heb wel pdf-bestanden mogen bestuderen. Dan bekruipt mij het gevoel ook, zo'n Erasmus, het is een best een man die veel alleen erop uittrekt. Hij reist waanzinnig reislustig voor zijn tijd, denk ik. Het is echt een cosmopoliet, zou ik hem willen noemen. Maar soms dan begrijp je ook het idee, hij zit niet echt in een kloosterorde, want hij doet heel toch veel alleen. Af en toe keert hij wel terug naar Stijn, onder andere, in Limburg. Hè, en dan... Maar toen dacht ik bij mezelf... Bij Gouda. Maar hoe zit het met gevoelens? Ja, klinkt een beetje misschien plat, maar... amoureuze gevoelens. Kom je daar nog iets van? De mens Erasmus voor een vrouw of voor een man? Heb je daar nog iets over kunnen vinden? Erasmus was een priester. Hij werd op jonge leeftijd al tot priester gewijd. Mm-hmm. En hij heeft in zijn jeugd, in zijn jonge jaren, heeft hij in een klooster gezeten. Daar werd hij, zoals hij dat vertelt in zijn autobiografieën, werd hij het klooster ingeschopt door zijn voogden nadat zijn vader en moeder op jonge leeftijd hem al waren ontvallen. Erasmus is dat klooster ontvlucht, zou je kunnen zeggen. Op een gegeven moment kon hij er weg en hij is nooit meer teruggekeerd. Ja, hij is een paar keer teruggekeerd om zijn neus te laten zien, maar hij is niet meer echt teruggekeerd. Het was natuurlijk de bedoeling dat hij daar zou zijn oude dag zou uitzitten en zou sterven. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft zijn kloosterhabijt op een gegeven moment ook afgelegd. Mm-hmm. Maar hij is wel priester gebleven. Ook in die periode dat mensen als Luther en Zwingli en Oikolampadius in Basel, waar Erasmus toen woonde, dat die mensen gingen trouwen. Heeft hij niet gedaan. Erasmus heeft daar wel opmerkingen over gemaakt. En ook blijk gegeven in brieven dat hij het wel gemis vond om zijn hele leven maar vrijgezel te zijn. Om zijn hele leven alleen te zijn. Maar dat hij zijn priesterschap toch zo serieus nam dat hij daaraan wilde blijven voldoen. En tegelijkertijd was het natuurlijk ook zo, en dat laat hij ook wel merken in zijn brieven, dat celibaat hem in staat stelde om zijn hele leven in dienst te stellen met de literatuur. Hij was eigenlijk getrouwd met de literatuur. Ja. Want hij hoefde nu natuurlijk niet voor een vrouw en kind te zorgen. Nee. Dat was het grote voordeel ervan, zou je kunnen zeggen. Ik zei nog twee dingen, maar eigenlijk zijn het nog drie dingen. Jij geeft de titel Erasmus dwarsdenker. Heeft dat, waar we het in het begin ook uitvoerig over hadden, met die bijbelwetenschap te maken? Of heeft dwarsdenker ook nog met iets anders te maken van Erasmus? Het heeft met die bijbelwetenschap te maken. Het heeft met alles te maken. Je ziet dat Erasmus al op jonge leeftijd graag dwars ligt. Kan hij ook heel goed. Dat is iemand die echt problemen heeft met autoriteit op het moment dat hij ervaart dat die autoriteit gebaseerd is op gebakken lucht. Ja, okay. Dan kan hij heel goed voor zichzelf beslissen dat hij het betere weet. Dan is hij ook echt bereid om tegen de keer te gaan. Ik heb dit boek Dwarsdenker genoemd omdat ik dat wel een mooi samenverbindend thema vond. Mm-hmm. En ook omdat ik me er natuurlijk heel erg van bewust ben dat Erasmus in de voorhanden literatuur vaak als opportunist wordt weggezet. Mm-hmm. Dat is dan een label dat je makkelijk op hem zou kunnen plakken. Maar ik vind juist dat hij in die periode dat Luther van zich deed spreken. Dat de boel kantelt in Europa. Dat Erasmus zich niet meer gehoord voelt.
He, en dat hij merkt dat dat optimisme van hem, dat hij dat moet inleveren. Ik vind het juist heel dwars en ook heel knap van hem. Mm-hmm. Dat hij er ook toen aan de ene kant nooit voor heeft gekozen om voor die katholieke kerk echt te kiezen. Mm-hmm. En aan de andere kant er ook niet voor heeft gekozen op het moment dat hij moest, dat hij vluchtte naar Basel, omdat de inquisitie in de Lage Landen echt vrij spel kreeg. In die jaren in Basel, dat is vanaf 1521. Luther is dan geëxcommuniceerd en dan begint die vervolging van Luthers gezinden. Mm-hmm, mm-hmm. Erasmus vlucht dan vanuit Leuven naar Basel, omdat het in Basel veel veiliger voor hem is. En eenmaal in Basel aangekomen merkt hij dan, dat is een Duitsstalige stad, dat mensen heel erg ontevreden over hem zijn, omdat hij nog steeds niet zich publiekelijk heeft uitgesproken voor Luther. Maar dat wil Erasmus ook helemaal niet, omdat hij merkt dat Luther met de kerk wil breken en omdat hij merkt dat Luther op een heel dogmatische manier met die Bijbel, met het geloof ook omgaat. Dat bevalt Erasmus helemaal niet. En ik vind dat je kan zeggen dat Erasmus in Basel het zich vele malen makkelijker had kunnen maken door daar gewoon voor de zaak Luther te kiezen. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Zoals bekend, hè, dat weten heel veel mensen denk ik wel, heeft Erasmus op een gegeven moment De Vrije Wil geschreven. Mm-hmm. Dat is echt een beroemd boek. In alle geschiedenisboekjes komt dat boek voor. Dat was wel een boek tegen Luther. Mm-hmm. Maar volgens mij is het zo dat hij De Vrije Wil in 1524 pas heeft geschreven nadat in Brussel de eerste Lutheranen, de eerste volgelingen van Luther, mm-hmm, verbrand waren. Mm-hmm. En als die eerste verbrandingen van Luthers volgelingen hebben plaatsgevonden, schrijft Luther een brief, een beroemde brief aan de christenen van Nederland, waarin Luther zijn volgelingen oproept om net als die twee martelaren die daar in Brussel op de Grote Markt op de brandstapel zijn gebracht, hè, en die biddend en zingend voor de leer van Luther dan die vlammen getrotseerd hadden. Luther schrijft dan die brief aan de christenen van Nederland, waarin hij die martelaren verheerlijkt en al zijn volgelingen oproept om voor hem door het vuur te gaan. En dat gaat Erasmus te ver. Ja, ik heb eens gelezen dat Erasmus zegt: voor Luther wil ik niet sterven, alleen voor Christus. Ja. Is dat echt een uitspraak van voor Luthers absurditeiten zijn die mensen gestorven. Ja. Schrijft hij aan Zwingli in Zürich. Ja. Die martelaren in Brussel ook zo ophemelt. Erasmus heeft zich, en dat is echt een constante in het denken en in het werk van Erasmus, vanaf jonge leeftijd heel erg ongemakkelijk, op zijn zachtst gezegd, gevoeld. Mm-hmm. Bij een interpretatie van het christendom, een geloofsbeleving, die maakt dat je versterving idealiseert, dat je martelaarschap idealiseert. Hè. Daar heeft hij zich al op heel jonge leeftijd, heeft hij daar een aversie tegen opgedaan. Heeft hij ook al in een heel vroeg stadium over geschreven. En in 1524, als hij De Vrije Wil schrijft, is dat volgens mij echt omdat hij denkt, ja, nu Luther, de grote religieuze leider Luther, uh-huh, mensen gaat aanmoedigen om de brandstapel singel tegemoet te gaan, grijp ik in en nu schrijf ik mijn boek De Vrije Wil. Oké. Okay. Want nou, in ieder geval, dus de dwarsdenker heeft te maken met niet aanhaken bij de trend in lokaal of in Europa bij de reformatie. Maar aan de andere kant ook niet meegaan met die katholieke orthodoxie. Dus daarin is hij echt een dwarsdenker. Nou, er is nog één vraag. Eigenlijk met twee subvragen. Maar jij hebt hier 7 jaar over gedaan, hè? Heb ik begrepen. 7 jaar ben jij hiermee bezig geweest. Hoe heb je het uit kunnen houden? 7 jaar met Erasmus? Ja, ik vond het geweldig.
Geen ruzie met huisgenoten, dat Erasmus in huis woonde al die tijd? Nee, ik ben getrouwd met een historicus, dus okay. Dat scheelt al heel veel. Ja, die heeft er begrip voor, ja. Die heeft daar alle begrip voor en ze hebben enorm meegeleefd met alle wederwaardigheden die ik dan weer aan de keukentafel vertelde. Ja. Wat ik nou weer in een brief van Erasmus had gelezen, dat kwam natuurlijk wel vaak aan de orde. Niet iedere dag hoor, maar wel vaak. Ja, ja, ja. Ik vind het sowieso heerlijk om jarenlang dag in dag uit aan een boek te kunnen werken. Maar bij deze man, ja, Erasmus heeft mij ook wel echt heel veel gebracht. Als historicus, mijn vier vorige boeken gingen ook wel steeds over cultuurmakers, zal ik maar zeggen. Ja. Die 4, 5, 6 eeuwen geleden actief waren. En als historicus denk je toch altijd, nou, ik bevind me in een redelijk comfortabele positie. 4, 5, 6 eeuwen na dato. Mm-hmm. We weten zoveel meer. Er is zoveel afstand tussen mij en dat subject waar ik over aan het schrijven ben. Die man vat ik wel. Ja. Ja, bij Erasmus, zodra ik in zijn brieven begon te lezen. Ja. Ik heb al gezegd, dat was echt voor het ontrafelen van zijn levensloop een hoofdbron. Duizenden, want zijn briefwisseling bestaat uit 3000 brieven. 3000, ja. Brieven van en aan hem. Okay. Maar het leuke was dat ik onmiddellijk merkte dat ik echt bij Erasmus alle zeilen moest bijzetten om die man maar te kunnen volgen. Want hij is echt zo scherp en zo slim. Ja. En zo geestig. Ja. En zo gevat. En dat werkelijk als 20ste of 21ste eeuwer inmiddels. Ja, inmiddels wel, ja. Ik vond hem heel slim. Ik moest echt ontzettend mijn best doen om hem te kunnen volgen. Ik heb me ook werkelijk rot gelachen om brieven van hem. Want hij kan ontzettend goed de draak steken met al die flauwekul om hem heen. En dat is humor van 500 jaar oud. Ja, en dat je nog steeds zou weten raken. Ja. Dat zegt wel iets over de impact die man niet alleen in zijn eigen leven heeft gehad, maar die hij tot op de huidige dag nog heeft. Puur vanwege de kwaliteit van zijn denken en zijn werk. Dus het kostte bijna nog moeite om het los te laten, als ik het zo hoor. Zo. Ja, ik ben nog steeds een beetje in shock dat het opeens gedrukt is en af is. Laatste vraag. 784 bladzijden. Heb je nou een hoofdstuk, een bladzijde, een paragraaf waarvan je denkt van ja, dat vervult mij met de meeste trots. Dan denk ik van nou, dat is echt. Ja, ja, Sandra, dat heb je heel goed gedaan. Ja. Nou, dat vind ik een moeilijke vraag, want dan moet je je ijdelheden gaan prijsgeven natuurlijk. En het is ook zo, weet je, als je net een boek hebt gepubliceerd, het duurt altijd even voordat je wat afstand kan nemen van zo'n boek. Nu is het nog een beetje een rollercoaster. Een leestip, wat zou je zeggen, nou, als je dit gaat lezen, vooral die bladzijde. Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Wat ik ook belangrijk vond bij dit boek over Erasmus, die grootheid Erasmus, is dat het hier toch uiteindelijk ook gaat om een verhaal over wat het in een mensenleven kost om literatuur te maken. Ja, ja, ja. Of om met wetenschap bezig te zijn, hè, om cultuur te produceren. En dat is een universeel verhaal dat in dit boek over Erasmus op een, denk ik, heel, ik hoop, op een heel indringende wijze voor het voetlicht wordt gebracht. Want dat vind ik ook belangrijk om in mijn boeken te vertellen. We hebben het nu gehad over die prachtige boeken. Mm-hmm. Hè, en die enorme literaire en wetenschappelijke prestaties die Erasmus verricht heeft. En waar we nog steeds ons voordeel mee doen. Omdat we er plezier aan kunnen hebben. Of omdat we er iets van kunnen leren. Maar daarbij moeten we dan ook bedenken dat het in een mensenleven, in een schrijversleven, zo ontzettend lang duurt voordat je bij die meesterwerken uitkomt. En in die periode, van die begint dan
We gaan afronden, hè, Sandra. Dus, die begint dan met het uitgeven van dit soort boekjes. Ja, waar zijn naam nog niet eens op de titelpagina. Dit is zijn allereerste uitgave. Ja. Waarin zijn naam nog niet eens op de titelpagina staat. En dit is gewoon het vignet van de uitgever. Alsof de bezige bij dan de auteur. Een enorme bij op de titelpagina van het boek van die auteur laat afdrukken. Hoe kom je nou van zo'n boekje naar die meesterwerken? Daar heeft die man zich enorme financiële en sociale en economische offers voor getroost. Hij was dus ook omdat hij vrijgezel was, maar ook omdat hij geen vast inkomen had, omdat hij moest leuren om mecenaten, allerlei onderwijstaken moest uitvoeren tegen betaling, waar hij wel behagen in schepte, maar wat hem ook tijd kostte. En hij was al dik in de 40 voordat hij eindelijk eens een redelijk inkomen kreeg. En hij was dik in de 50 voordat die man voor het eerst niet meer bij andere mensen hoefde te logeren, maar in een huis van zichzelf kon gaan wonen. Eigenlijk zeg je de fascinatie voor de man, zijn opdracht, zijn taak die hij zichzelf oplegde, of in ieder geval dat wat hij wilde, dat is eigenlijk waar het om gaat in het boek. Sandra, ik ga je bedanken voor dit interview. Dank je wel. En ik roep iedereen die hier naar kijkt, koop het boek en lees het, met name met die laatste woorden, op een manier vanuit het idee, dit is een boek geschreven vanuit een soort innerlijke drive die zijn weerga niet heeft. Dank je wel, Sandra. Dank je wel, Jan. Ik richt me nog even tot u, kijker, want dit was dan een aflevering in het Bibliotheekcollege. En er komt er weer een, en namelijk op 23 april. En dan gaat het om bevlogen bestuurders. En daarin wordt een kijkje achter de schermen van het Rotterdamse stadhuis geworpen. En u kunt naar de website om u daar dan te laten registreren om ernaar te gaan kijken. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Sandra, bedankt voor het interview. Graag gedaan. En tot een volgende keer.